Welkom alweer bij de 22e aflevering van de Polygon Seahorse podcast. We hebben vanavond, of vandaag tenminste, een gast in onze podcast van Dan Europe. Niemand minder dan Guy Thomas, Director of Safety bij Dan Europe. Dag Guy, welkom. Dag Glenn, bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Het is uw vuurdoop om een podcast of een webinar te doen op deze manier, had ik begrepen. Absoluut, het is mijn eerste podcast, dus zweten. Ja, nee, dat komt goed. We hebben al een voorbereidend gesprek gehad samen, we hebben de dingen uitgetest, het gaat allemaal werken zoals dat moet werken, dus dat is zeker een geruststelling. Guy, we gaan het vandaag hebben over toch wel een heel boeiend onderwerp, kinderen en duiken. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven, maar ik denk Dan Europe dat daar toch wel behoorlijk wat tekst en uitleg kan aangeven in feite. Hè? Ja, het is natuurlijk zo dat het kinderen en duiken met kinderen hoeft geen probleem te zijn. Maar er zijn een bepaalde dingen die we moeten in overweging nemen. En dan denken we zowel aan de arts als de instructeur, maar ook als de dike buddy of de ouders. En de presentatie die gaat daarover. Ja, cool. Ik ben heel benieuwd. Ik had begrepen dat het ook een presentatie is dat je al eens gegeven had aan een heel groep van artsen, dacht ik, als ik me nog goed herinner. Ja. Ik denk dat, dat we heel wat wijzer gaan worden. Ik ben benieuwd. Okay. Dus ik zou zeggen, Guy, go for it. Oké. Okay. Voilà, hier is de presentatie. Hè. Kinderen en duiken. De risicobeperkingen en de verantwoordelijkheden. De titel zegt eigenlijk al heel veel. Hè. Er zijn dus wel wat risico's aan verbonden die dat we kunnen met de juiste voorzorgen kunnen gaan beperken. En uiteraard, als volwassenen heb je toch ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus Guy, ik ben heel benieuwd. Oké. Dus voor iedereen die kijkt, welkom natuurlijk bij deze presentatie over kinderen en duiken. We hebben het er net al aangekaart eigenlijk. Het hoeft niet gevaarlijk te zijn. Er hoeven eigenlijk niet te veel risico's te zijn. We moeten gewoon weten waar we mee bezig zijn eigenlijk. En daar gaat de presentatie van vandaag dan ook over. En ik wil eigenlijk beginnen met een fotootje van me te laten zien. Van eigenlijk mezelf tijdens mijn allereerste duik. Ja, is natuurlijk niet echt, dat ben ik niet, dat is eigenlijk een grapje. Maar ik kan toch een foto laten zien van mijn eerste geslaagde duik, nou dan die foto van daarnet. En dat ben ik ook niet natuurlijk. Dus we gaan maar naar de volgende dia. En voilà, hier ben ik op mijn eerste duik als 16-jarige. Maar waarom heb ik nu eerst die twee eerdere dia's laten zien? Wel, ten eerste, wij worden niet geboren als duikers. Dus die spermatozoïden met dat duikflesje, dat zijn we niet. En ten tweede zijn we ook niet gemaakt om onder water te leven zoals een dolfijn. Dus we moeten eigenlijk, om te kunnen genieten van het duiken op een veilige manier, en ook om op een veilige manier leren duiken, een paar dingen in overweging nemen. Ten eerste is het duikcursussen. We moeten een duikcursus volgen. Die cursus die moet dan op maat gesneden zijn misschien. Duikmateriaal hebben we nodig. We moeten natuurlijk kunnen reageren op noodsituaties. We moeten ook medisch geschikt zijn om te duiken. We moeten fysiek en geestelijk ook voorbereid zijn om te kunnen duiken. En dat is eigenlijk hetgeen dat wij als volwassenen doen. Natuurlijk, kinderen is misschien iets anders. En de vraag die we ons moeten stellen is dan natuurlijk, is een kind eigenlijk een kleine volwassene? Ik kan onmiddellijk ook antwoord geven op de vraag. Het is helemaal niet. Een kind is geen kleine volwassene. En we moeten maar denken om een paar zaken. En ten eerste is tot de leeftijd van ongeveer 8 jaar bereiken de longblaasjes eigenlijk hun maximum nog niet. En zelfs bij de 8-jarigen is die diameter van die luchtwegen en die longelasticiteit eigenlijk nog niet volgroeid en zo flexibel als bij een volwassene. En dat gaat dan weer leiden tot eigenlijk een hogere ademhalingsinspanning die nog hoger zal worden vanwege de verhoorde druk op diepte. Dan hebben we ook het hogere sluitvolume. Een sluitvolume is eigenlijk het volume in de longen waarbij de kleinste luchtwegen instorten. Bij een volwassene is het normaal sluitvolume, of het sluitvermogen soms genoemd, kleiner dan het restvolume.
En dat betekent dat er normaal gesproken voldoende lucht is in de luchtwegen om die open te houden tijdens de in- en de uitademing. Maar bij kinderen is dit niet het geval en kan dat hogere sluitvolume eigenlijk leiden tot luchtinsluitingen en een pulmonaal barotrauma. En daarbij komt dan nog dat astma dat het nog erger kan maken. We weten ook dat er een hoger aantal luchtweginfecties zijn bij kinderen. En dat kan dan weer leiden op een verhoogd risico op een luchtwegobstructie, wat natuurlijk nooit goed is. De buis van Eustachius is ook smaller en korter in vergelijking met de volwassenen en die ligt eigenlijk in een meer horizontale positie. En onthoud dan ook dat daarbij nog eens komt dat middenoorproblemen in de kindertijd eigenlijk iets is dat relatief vaak voorkomt. En dan kunnen we ineens vanzelf eigenlijk ook besluiten dat oorproblemen bij duikende kinderen een zorg is. Kinderen zijn ook gevoeliger voor warmteverlies, meer gevoeliger dan volwassenen, omdat die verhouding tussen dat lichaamsgewicht en de lichaamsoppervlakte eigenlijk hoger is. En dat komt meestal door een lager percentage aan lichaamsvet. Eigenlijk verliezen ze gewoonweg gemakkelijker temperatuur of warmte. Dus ze hebben een hoger risico op onderkoling. En dat kan dan weer leiden tot problemen, motorisch of cognitieve vaardigheden die niet meer op een goede manier kunnen worden uitgevoerd. En dat kan dan weer leiden tot de verwarring of eventuele desoriëntatie. Dan hebben we botgroei, een onvolledige botgroei. En hier, alhoewel dat niet wetenschappelijk is bewezen wat het werkelijke effect is van de bellen bij kinderen op de groeischijven in de lange botten, is het toch duidelijk dat eigenlijk het geen goed idee is om een kind te laten rondlopen met een zwaar gewicht op zijn rug. Het laatste dat we eigenlijk willen veroorzaken, dat zijn rugproblemen of musculoskeletale problemen als gevolg van een te zware belasting bij kinderen. En een ander probleem dat moet worden overwogen is het beperkt vermogen om wiskundige en natuurkundige wetten te begrijpen. En zelfs als ze een wiskundige berekening zouden kunnen doen, is het nog geen garantie dat ze werkelijk ook begrijpen tot welk hypothetisch probleem dat zou kunnen leiden. Ze kunnen bijvoorbeeld vertellen dat een volume van 10 liter op 10 meter op de oppervlakte 20 liter is. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook die toepassing begrijpen. En dat kan dan weer moeilijkheden veroorzaken in een echte duiksituatie, waarbij we dan denken natuurlijk aan opstijgingen of afdalingen aan het gebruik van de trimvest. Emotionele instabiliteit. En ik denk dat vele ouders wel weten waarover ik het heb. Maar denk ook maar aan het verhoogde stressniveau of de emotionele reacties die ermee gepaard gaan. Of denk aan de reactie van een kind op sommige prikkels. En het verminderde concentratievermogen, uw beperkte cognitieve denken, de corrigerende reactie van het kind op een fout, zijn oordeel als het gaat om de veiligheid en zijn reactie eigenlijk op een onvoorziene gebeurtenis. Gaat hij blokkeren of hoe gaat hij erop reageren? Dat is toch heel anders eigenlijk dan bij volwassenen. Sorry. Ja. En dat brengt me dan bij de laatste stukje van deze slide, het beperkt vermogen om voor zichzelf te kunnen zorgen en eventueel ook voor anderen te kunnen zorgen. Dus we moeten onze vraag stellen, wat gebeurt er als een buddy moet worden gered? Gaat dat kind in staat zijn om iets te doen of gaat het gewoon getuige zijn van een dood eventueel van een buddy? En hoe gaat hij dan daarop reageren? Ja. Als ik het zo zie hier, Guy, als ik al die punten onder elkaar zie, dan zou ik durven bijna zeggen dat het duiken voor kinderen niet echt aan te raden is, want het valt allemaal samen onder emotionele en fysische elementen, psychische elementen, die daar bij een kind inderdaad nog niet volgroeid zijn, als ik het zo mag zeggen dan. Ja, ik zou nu niet zeggen dat het niet aangeraden is, maar er zijn bepaalde dingen waarbij rekening moet gehouden worden. En hier, sommige van die punten zijn heel duidelijk iets voor de artsen. Die moeten dan eigenlijk evalueren en zien of het het moment juist is, ja of nee. En het is ook heel moeilijk om bijvoorbeeld te zeggen, je mag beginnen duiken vanaf 8 jaar. Omdat één kind van 8 jaar is misschien lichamelijk
staat een beetje voor tegen opzichte van een kind van 13 jaar. Dus in sommige kinderen van 8 gaat je geen problemen hebben. En sommige kinderen van 13, die misschien heel afwijzig zijn, ja, dan zou je toch rekening moeten houden. En dan moet je ook kunnen inschatten als instructeur tijdens een opleiding. Ja, helemaal mee eens. Ja. Dus we zien het nou natuurlijk, maar er stond al een hele hoop op dat scherm. De vraag is, wanneer is een kind nu klaar om eigenlijk te kunnen gaan duiken? Mm-hmm. En er zijn een paar van die componenten eigenlijk die aangeven of een kind een goede kandidaat is om te leren duiken. En dan het eerste wat we zien is de medische geschiktheid. Dat is dus vooral de arts die daar die analyse moet eigenlijk uitvoeren, die het bezoek aan de arts nodig is en kijken of dat kind volgroeid is, niet volgroeid is, wat die zijn limieten zijn. Dan de psychologische volwassenheid, dat is ook, daar gaan we er nog uitgebreid naar kijken. De psychologische volwassenheid, het kind moet natuurlijk kalm en rationeel blijven, moet niet vatbaar zijn voor emotionele uitbarstingen en niet vatbaar zijn voor angst in een onvertrouwde situatie natuurlijk, want bij het duiken komen ze wel vaak in een onvertrouwde situatie terecht. Fysieke volwassenheid, natuurlijk het feit is dat het kind moet in staat zijn om te kunnen zwemmen, maar het moet ook sterk genoeg zijn om de duikuitrusting te dragen. En hier, straks komen we nog terug op de duikuitrusting, maar het is natuurlijk iets, vooral in Nederland, als we van een auto naar het water moeten lopen, we moeten een duik over, dat is toch een inspanning voor zo'n kind. En dat er dan nog stroming staat in het water, ja, dat is toch helemaal anders dan als we met volwassenen te maken hebben. Dan hebben we educatieve volwassenheid eigenlijk, of educatieve groei of ontwikkeling. Het kind moet zelfstandig kunnen leren en meestal ook van materiaal dat niet voor kinderen gemaakt is, maar dat is van volwassenen gemaakt is. Dus als je een open water diver cursus volgt, die gaat dan junior open water diver genoemd worden, maar die een boek zal altijd voor volwassenen zijn gemaakt en niet echt voor kinderen. Dat klopt, inderdaad. Dat is eigenlijk wel een terecht punt dat je aanhaalt. Daar is, naar mijn weten, nog niet echt literatuur op aangepast geweest op deze moment, denk ik. Hè? Of zijn er toch die, of heb je al wel dingen tegengekomen? Zo? Maar ik heb eens in Japan gezien dat er daar dat ze zo eigenlijk zo'n soort van stripboeken hebben aanmaken van een cursus. Maar dat is ook het enige land waar ik dat gezien heb. Ja. Maar misschien moeten we ook die boeken niet echt volledig aanpassen, maar misschien moet de instructeur die aan die kinderen lesgeeft, die moet die informatie presenteren in een manier dat voor kinderen begrijpbaar wordt. Mm-hmm. En die moet natuurlijk dat kind gidsen door die cursus. Er zal misschien een beetje meer tijd nodig hebben, afhankelijk van het verschillende vermogens van het kind. Maar er is heel veel dat de instructeur eigenlijk moet doen bij het opleiden van kinderen. Ja, educatieve ontwikkeling had ik daarnet gezegd. Dus ze moeten zich kunnen concentreren. Ze moeten waar nodig is vragen durven stellen. Ze moeten ook begrijpen wat ze aan het leren zijn eigenlijk van toepassing is dat ze gaan doen tijdens het duiken. Ook de vaardigheden, net als bij de volwassenen, moeten ze eigenlijk dezelfde vaardigheden kunnen doen om op een veilige manier te duiken. Dus dat is bijvoorbeeld zeggen dat kind kan zijn bril niet leegmaken. Het is goed, het is maar een kind. Nee, dat kan natuurlijk niet. Die vaardigheid die moet onder de knie zijn. En dan heel belangrijk, de laatste, er moet een verlangen zijn om te duiken bij het kind. En er is een reden natuurlijk waarom dat wet gedrukt staat, omdat dat verlangen om te willen duiken, dat moet van het kind komen en niet van de ouders. Ja. En op dit moment heb ik eigenlijk een vraag. Ik kon nog geen antwoord geven op de vraag, maar ook voor iedereen die volgt, die moet ze maar even tijdens de rest van de presentatie nadenken over deze vraag. Maar al hetgeen dat ik nu verteld heb, is er eigenlijk een besluit en verantwoordelijkheid van de dokter? Of zijn die besluiten en die verantwoordelijkheden, liggen die ook nog bij andere personen? Bijvoorbeeld instructeur, buddies en ouders. Oké. We hebben het er net genoemd, de medische geschiktheid. Nu, de arts die dat fit to dive of het duikmedisch onderzoek gaat uitvoeren, die gaat absoluut de binnenoor en de sinusproblemen van dichtbij studeren, omdat het meest voorkomend probleem is bij de duikers, dus bij kinderen zeker en vast ook. Die gaat ook naar het musculoskeletaal gestel zien van het kind, het ademhalingssysteem,
controleren de cardiovasculaire gezondheid en het centrale zenuwstelsel. Eigenlijk een beetje hetzelfde dan bij de volwassenen, maar de arts gaat er bij de kinderen toch een beetje meer nadruk op moeten leggen dat dat allemaal wel een beetje volgroeid is en dat dat kind dat wel gaat aankunnen. Maar dat is natuurlijk het deel, het doktersonderzoek. En dan krijgen we de psychologische volwassenheid. Dus hoe zit dat nu eigenlijk met die psychologische maturiteit van die jonge duiker? Zal hem bijvoorbeeld gemakkelijk worden afgeleid of zal hij in staat zijn om geconcentreerd te blijven? Ik bijvoorbeeld, mijn dochter, die is nu 13, maar die is wel soms nog eens gemakkelijk afgeleid. Dus voor die kinderen moet je wel een beetje oppassen van ja, die afgeleid worden, niet geconcentreerd zijn tijdens een theorieles. Ja, dan hebben ze misschien niet meegekregen wat ze moeten meekrijgen. Kinderen hebben natuurlijk normaal ook een groot gevoel voor avontuur, maar een laag risicobewustzijn. En dat veroorzaakt weer een verhoogd risico op een duikgerelateerd probleem. Kinderen gebruiken ook concreet denken en zijn minder in staat om eigenlijk op een juiste manier te reageren in situaties die anders zijn dan diegene die omschreven zijn door hun instructeurs. En omdat er eigenlijk geen specifieke test is om het vermogen van een kind om te duiken te beoordelen, moeten we dat eigenlijk gaan doen tijdens elke trainingsfase waarbij het kind betrokken is. Kan het kind, zelfs zoals voor wij geteld natuurlijk ook, kan het kind de stress van de onderwateromgeving aan? En een van de belangrijkste dingen die we moeten begrijpen, of die we moeten begrijpen, is voelt het kind zich comfortabel in het water? Als dat niet het geval is, dan is het nog te snel om ermee te gaan duiken. Fysieke volwassenheid. Hier moeten we rekening houden met de ergonomische aspecten. En dan denken we aan het gewicht en de grootte van de uitrusting in vergelijking met eigenlijk de lichaamsstructuur van het kind. We mogen ook de thermoregulatie niet vergeten, een belangrijke kwestie. Eigenlijk heb je een kinderduikpak nodig met een geschikte dikte. We komen straks nog terug op het materiaal. En die dikte bijvoorbeeld bij een volwassene gaat 5 mm genoeg zijn, maar bij een kind gaan we misschien 7 mm moeten nodig hebben. Waarom? Omdat dat kind natuurlijk veel sneller warmte verliest. Maar het, ook in de tropen, waarbij dat misschien een volwassene in een shorty gaat duiken, moeten we misschien met een kind geen shorty geven, maar een volledig duikpak geven. Ik zeg niet dat je een 7 mm pak moet geven in de tropen, maar het verlies van de warmte is sowieso sneller bij de kinderen. Ja. De kracht, we hebben het straks al aangehaald, dat kind moet in staat zijn om naar het water te lopen, de stroming, al die dingen. Hoe zit het met die buddy? We hebben het net ook verteld, die gaat in staat zijn die buddy te redden. Dat heeft ook te maken met een fysieke volwassenheid, dat kind heel klein is, gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Is dat kind 13 jaar, maar heel groot, gaat dat wat gemakkelijker gaan. En last but not least, het lijkt een onlogische vraag, maar we moeten dus toch vragen bij ons stellen. Kan dat kind eigenlijk zwemmen? Of hoe zwemmen? Indien dat niet het geval is, dan is het ook nog niet het moment om te gaan duiken, want het gaat zijn eigen niet gerust voelen als er een probleem is aan de oppervlakte of onder water. Het gaat toch allemaal meetellen. Ja. Het zou een evidentie moeten zijn in principe, maar allicht zal dat ook wel eens het tegendeel al gebeurd zijn, denk ik dan. Ja, ik kon u niet zeggen dat ze misschien niet kunnen zwemmen, maar natuurlijk, er is een verschil tussen zwemmen aan de rand van het zwembad en je hand leidleggen als het nodig is, of van een boot duiken en terug moeten zwemmen aan boord. Ze hebben natuurlijk hun vinnen aan, maar er zijn toch dingen waar je rekening moet bij houden. En de meeste kinderen die leren op school wel voor te zwemmen, maar dat is ook niet in elk land het geval. Nee, dat klopt. Dat klopt. Okay. Educatieve ontwikkeling, dat is een heel belangrijke, vooral voor de duikinstructeur. Ik heb het er net ook al genoemd eigenlijk, de educatieve volgroeitijd of de educatieve maturiteit. En dan moet je maar eens denken aan de vragen bijvoorbeeld, is het kind in staat te luisteren en te begrijpen? En is het kind in staat de regels op te volgen? Is het kind in staat om de angst te herkennen en te interpreteren? En is het kind in staat de hypothetische situaties te kunnen begrijpen? Oh, sorry mannen.
Is het kind in staat adequaat te reageren als het gestrest is, als het bang is, als het gefrustreerd is? En is het kind in staat problemen te communiceren, hulp te vragen of hulp te bieden? Allemaal dingen die te samenhangen eigenlijk met de educatieve ontwikkeling. En dat is heel belangrijk voor de instructeur, die dat tijdens eigenlijk zijn hele duikcursus die vragen in zijn hoofd moet houden. Begrijpt het kind waarmee we bezig zijn? Is het allemaal duidelijk voor het kind? Je moet niet denken dat het kind zegt, sorry, ik heb het niet begrepen. Je zult misschien eens een keer meer moeten vragen. Sommige begrippen gaan uitgelegd moeten worden op een meer simpelere manier. Misschien wat meer voorbeelden. Vooral als we een cursus hebben waarbij kinderen en volwassenen gemixt zijn, het is niet ideaal. Je moet gewoon rekening houden als instructeur dat een jongere duiker misschien meer aandacht of een ander soort approach nodig heeft. Ja. En het verlangen om te duiken, dat heb ik daarnet ook verteld, wil het kind duiken of is het eigenlijk de ouders van het kind die eigenlijk druk leggen op het kind om te willen duiken. En ik heb zelf ook een dochter, ik heb het net gezegd, die is 13 jaar oud, ze duikt nog niet. Ze wilt wel beginnen duiken nu, maar ik kan er ook geen stress op leggen, ik kan dat niet pushen om dan te zeggen van dat is goed, dan kan ik eens een keer een weekend weg, dan kan ik mijn dochter meenemen, dan kunnen we te samen gaan duiken. Die wil om te duiken moet echt van het kind komen. Natuurlijk. Klopt, ja. Natuurlijk, ouders die dwingen hun kinderen niet om duikers te worden. Hè. Ze vinden dat ook helemaal niet schattig dat hun kinderen samen hun gaan duiken. Ofwel, en we zien hier een onschuldig geboortekaartje, een schattige foto van een babyduiker. Ja. En soms willen ouders ook aan hun kinderen iets speciaals aanbieden, omdat ze het leuk vinden, misschien ook omdat ze zelf duiken. Dus dan gaan we maar eens een duikje maken tussen de haaien, ze zitten toch in een kooi. En dat kind natuurlijk, dat is toch heel stabiel en heel vast, en er kan niet absoluut niks gebeuren met dat kind. Nee. Dus hier zie je dat wij als ouders toch eigenlijk onze kinderen misschien iets willen bieden. We willen die meenemen op onze duik uitstappen. En misschien denken we niet volledig 100% na over wat de risico's zijn en of het kind er wel klaar voor is. Ik denk dat het wel duidelijk is dat op die foto eigenlijk rechts onderaan, dat misschien in de toekomst dat kindje maar één schoentje niet meer nodig heeft in plaats van twee. Dus zijn toch dingen waarbij we moeten een beetje best stil moeten gaan staan. Ja, absoluut. En het is heel herkenbaar ook. Hè. Ik heb zelf ook een zoon van 13. Hoe graag dat ik het persoonlijk wel tof zou vinden dat hij moest op een gegeven moment zeggen van papa, ik wil ook leren duiken. Want het is gelijk dat je zegt, je zelf duikt, is dat altijd heel fijn. Mijn vrouw duikt ook, dus dan kunnen we met je gezin samen vakanties in functie van het duiken gaan doen. Maar zolang dat hij niet zelf zegt, papa, ik wil leren duiken, ga ik die ook niet pushen, want dat heeft totaal geen zin. Dus een beetje hetzelfde wat je er net ook zei, het moet echt van het kind afkomen. En onlangs heeft hem een try scuba gedaan in Todi, maar alleen omdat hij het zelf echt wilde gewoon doen. Ik wil dat een keer doen, papa, klaar. En hij gaat ook wel vaak mee naar het zwembad, voor de training in het zwembad, maar doe niet mee, hij doet zelf op zich, op zijn eigen, wat onder water duiken en dus voor mij is dat een mooi traject naar misschien de moment dat hij zelf zegt van kijk, ik wil echt wel duiker worden en ik wil het echt nu gaan leren. En ik denk dat dat meer een gezonde insteek is om je kind te laten kiezen, al dan niet, of dat hij wil duiken. Dat klopt. 100% gelijk, Glenn. Dat is de juiste approach eigenlijk op die manier. We gaan later in de presentatie ook nog zien wat gebeurt er dan als we dan met de kinderen op reis gaan. Want eerst dat het kind een brevet heeft, is het probleem nog niet uit de baan, dat wil zeggen. Er zijn nog een paar dingen die we rekening moeten gaan houden als we met kinderen gaan duiken. Ook al dat ze zelf willen duiken. Maar we weten het, iedereen, je hebt het eigenlijk zelf gezegd, iedereen deelt graag hun passie met hun kinderen. Dat kan dat voetbal zijn, fietsen, muziek zijn, en bij duiken is dat identiek hetzelfde. En je wilt dus eigenlijk, moeten we weten of het kind het ook eigenlijk wil. Laten we het dan maar even hebben over duikcursussen of duikervaringen voor kinderen. Of de vraag eigenlijk dat we ons moeten stellen is, wat is er eigenlijk nodig
om een kind te laten deelnemen aan een veilige duikcursus. En dan, we gaan er zometeen ook nog meer op inspelen. Ten eerste heb je aangepaste standaards nodig. In de duikorganisatie heeft hier de afgelopen 15 jaar aan gewerkt. Maar natuurlijk, zoals we er net ook vertelden, hoe zit het met het aangepast educatief materiaal? Want het is eigenlijk allemaal voor volwassenen. Dus je moet de beperkingen eigenlijk begrijpen die de mis zich meebrengt. En die instructeur zal er op de juiste manier moeten op kunnen reageren. Natuurlijk is de vraag dan ook, zijn die instructeurs er eigenlijk ook voor opgeleid? Zijn die er klaar voor? Hebben die er genoeg informatie om dat te kunnen doen? Want in een normale instructeursopleiding zit geen deel over hoe dat je met kinderen moet werken. Een normale instructeursopleiding gaat erover hoe dat je mensen moet leren duiken. En die kinderen, dat is erbij gekomen, maar eigenlijk zijn er geen speciale opleidingen voor die instructeurs. Dus die instructeurs die gaan hun eigenlijk moeten verdiepen in het duiken met kinderen op een andere manier, moest hun eigen opleidingsorganisatie eigenlijk niks voor hun klaar hebben. Het is natuurlijk ook belangrijk dat die kinderen leren duiken in geschikte duikcondities. In geschikte duikcondities, dat water 2 graden is dat niet meer geschikt. Is dat een stroming, is dat niet geschikt. Is de zichtbaarheid heel miniem, is dat misschien ook niet geschikt. En dan zeker en vast, die geschikte uitrusting is iets dat niet moet overschat worden. En dan moeten we altijd denken aan, is een kind een kleine volwassene? Het antwoord is nee. Dus ook als het gaat over duikuitrusting, dat volwassenenmateriaal is eigenlijk allemaal niet geschikt voor die kinderen. Dus we gaan straks wel eens een keer kijken wat we dan nodig hebben. Ja. De duikorganisatie standaards, we hebben het er net verteld, ze hebben er de laatste 15 jaar aan gewerkt. Tussen de 5 en de 8 kun je nu snorkel en aan de oppervlakte duikervaringen hebben die je met kinderen kunt, of waaraan kinderen kunnen deelnemen. Tussen de 8 en de 10 hebben we nu introduiken in een zwembad of in beschermd binnenwater met een dieptelimiet. En kinderen over de 10 jaar, die kunnen deelnemen aan junior diver cursussen, of een open water of een eerste duikcursus, ook weer met een dieptelimiet. En dan vanaf 10 jaar kunnen ze aan enkele specialty cursussen ook deelnemen. Ik heb het er al een paar keer nu gezegd, aangepast educatief materiaal. De grote vraag is, gaat het met begrijpend materiaal voor de volwassenen? Dus zoals we er net ook vertelden, de instructeur die zal ervoor moeten zorgen eigenlijk dat kind op de juiste, op de gepaste manier die informatie toegeschoteld krijgt. Nu, in Italië is er een project. Daarnet vertelde ik Japan, omdat daar had ik die cursus eigenlijk in stripverhaalvorm gezien. Maar in Italië is er ook een project, dat is een samenwerking met Paddy en Project Aware, Project Aware van Paddy en Dan. En dat noemt Scuola d'Amare. Dat amare is liefhebben, maar dat wil ook zeggen aan de zee. En is eigenlijk een project waarbij dat duikinstructeurs naar scholen gaan en op een hele simpele manier eigenlijk het duiken uitleggen aan kinderen. Maar op het moment dat die kinderen dan een cursus volgen, dan zullen ze sowieso weer een normale cursus moeten doen. Het is hier dat Paddy en Project Aware samen met Dan eigenlijk ook werkt om de instructeurs eigenlijk te voorzien van de nodige informatie om op de juiste manier toch met die kinderen te kunnen omgaan. En wat is dan daarnaast juist een insteek van dat project? Is het dan meer om kinderen enthousiast te maken om meer te willen weten over duiken, om uiteindelijk ook gaan opleiding te volgen? Of is het echt al een stuk van de opleiding dat daarmee in zit? Of wat is juist de insteek? Nee, het is eigenlijk vooral om ecologische kwesties en de bescherming van onze zeeën aan de kinderen over te brengen. En op die manier natuurlijk ook laten zien dat we duikers zijn en laten zien van wat doen we duikers, hoe gaan we onder water en wat gaan we zien onder water op een heel eenvoudige manier. En dus eigenlijk om in... Ja, ik kan niet zeggen het is de promotie van het duiksport, maar het is de promotie van de bescherming van de zeeën. Ja, bewustmaking van het ecologische, ecologische standpunten en dan uiteraard ook het duiken daaraan gekoppeld. Ja, maar het is dan wel op het niveau van het kind gebracht. Kinderen, interessant.
instructeurs, opgeleide instructeurs, ik heb het net gezegd, er is eigenlijk geen opleiding voor instructeur. Dus we moeten ons de vragen stellen, begrijpen die instructeurs de duikmedische problemen die gerelateerd zijn eigenlijk aan het duiken met kinderen? Begrijpen ze de fysieke en de geestelijke limieten? Zijn ze in staat eigenlijk om die educatieve maturiteit te beoordelen? Weet ze hoe ze moeten omgaan met kinderen? En weet ze hoe ze met de ouders van de kinderen moeten omgaan? Want dat is ook niet altijd even makkelijk. Dus zo'n instructeur die opleiding moet geven aan jonge kinderen. Momenteel heel weinige opleidingen zijn er specifiek voorzien voor die instructeurs. Dus het vaak zal het een ervaren instructeur moeten zijn die zich er wat verdiept in heeft en die wat ervaring heeft opgedaan om toch met die kinderen het water in te kunnen. Ja. Natuurlijk, cursussen. Zijn er cursussen alleen voor kinderen of kan een kind ook deelnemen aan volwassen duikcursussen? Duikinstructeurs moeten niet naar de kinderen kijken als kleine volwassenen, waardoor de enige beperking de diepte is. Een ondertekend medisch certificaat is essentieel, maar is absoluut niet het enige waarmee rekening moet gehouden moeten worden. Duikinstructeurs dienen rekening te houden met de verschillende factoren. En wordt aanbevolen eigenlijk dat ze de medische factoren en de betrekking, die betrekking hebben tot duiken met kinderen begrijpen. Het gewicht, het snelle verlies van de warmte, al die dingen zijn toch zaken waar de instructeur rekening moet gaan houden. De instructeur moet... nu ik erover begin na te denken, vind ik het ook wel een beetje bizar dat er de grotere duikorganisaties, opleidingsorganisaties, daar nog niet meer hebben in geïnvesteerd om effectief een soort van een opleiding om specifiek om kinderen om te gaan met kinderen. Ik bedoel, ik denk dat er toch in andere sectoren heel veel materiaal en inspiratie te vinden valt om inderdaad een soort van opleiding te kunnen aanbieden van hoe ga je met een kind om, hoe zitten die of werken die psychologisch om bepaalde materie op te nemen, hoe benader je kinderen. Ik vind het raar dat dat eigenlijk nog niet echt meer specifiek iets rond gedaan is dan om instructeurs de mogelijkheid te bieden om zich daar echt in te gaan verdiepen door met een bepaalde opleiding mee te doen. Het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk, Glenn, want het is geen rocket science, laten we zeggen, maar je moet eigenlijk toegeven tot de informatie. En dat is een beetje moeilijk te vinden. We hebben deze presentatie gemaakt. We hebben ook een artikel dat binnenkort uitgebracht wordt over het duiken met kinderen. Het is in het algemeen heel moeilijk om informatie te vinden over wat zijn de risico's, waar moet je mee rekening houden. En het zou geweldig zijn als de duikorganisatie ook een webinar of een cursus heeft voor zijn instructeurs om die mensen toch in te lichten om op een juiste manier met die kinderen om te gaan. Ik ben nu maar hardop aan het denken, maar mensen die een opleiding leerkracht krijgen, volgen, los van het theoretische stuk over met de inhoud waarover ze een les moeten geven, krijgen zij ook heel wat informatie over hoe dat ze moeten met kinderen omgaan. En zo. Is daar niks te vinden over specifiek dat item? Oh, waarschijnlijk wel, natuurlijk. Hè. Er zijn veel, je spreekt niet over scholen, maar er zijn waarschijnlijk vele instituten die informatie en er voldoende ervaring hebben waarbij samengewerkt zou kunnen worden of waarbij men materialen zou kunnen krijgen of gebruiken om tot opleiding te komen om met kinderen te gaan duiken. We moeten het ook niet te moeilijk maken natuurlijk. Een kind van 14 of van 15 is niet hetzelfde als een kind van 8 jaar. Nee, dat klopt. Dus niet zeggen dat je een kind van 14 iets moet gaan uitleggen op niveau van 1 van 8, want dan denkt je, waar is die nu mee bezig? Maar langs de andere kant, vooral de kleinere kinderen, bij die eerste passen die ze zitten in onze onderwaterwereld, die scholen, de leraaropleidingen, stukjes ervan zouden er kunnen gebruikt worden. Belangrijk voor de instructeurs, ze moeten zich eigenlijk bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze hebben. En kunnen
eventueel aansprakelijk gesteld worden in het geval van een ongeval. Zelfs na een cursus. Dus het is iets waar we niet licht mogen overgaan. Nee. De instructeur heeft bepaalde verantwoordelijkheden bij het duiken van kinderen dat hem toch eigenlijk in gedachten zou moeten houden. Maar zelfs na een cursus, dat vind ik wel een heel belangrijk elementje daarin, toch? Ja, absoluut. Na een cursus natuurlijk ook. Want stel je voor dat je een cursus gedaan en een maand later gebeurt er een ongeval met dat kind. En dan gaat er ook gekeken worden, oké, dan die brevet uitgeschreven. Wie heeft het uitgeschreven? Was die cursus wel goed? Je moet rekening houden als er zo'n ongeval gebeurt met een kind. Dat is heel emotioneel. Er zijn ouders die dat er heel emotioneel over doen natuurlijk. Die gaan direct waarschijnlijk een klacht indienen. Het is hier een volwassene, het is een kind. Het is emotioneel, is het allemaal een beetje meer gevaarlijk. En de rechtbank die gaat er ook niet lichtjes over gaan. Dus alles moet uitgepluist worden. De instructeur moet gewoon weten waar hij mee bezig is. En zorgen dat alles goed georganiseerd is. Ja, de aangepaste duikomgeving. We weten dat niet elke duiklocatie geschikt is. Dat heb ik daarnet ook een beetje gezegd. Er onthoudt altijd dat kinderen zijn geen kleine volwassenen. Dus donkere, koude toestanden, stromingen is eigenlijk helemaal niet aangeraden. Aangepast materiaal heb ik ook een paar keer vermeld nu. We moeten eigenlijk de vraag stellen, heeft dat duikcentrum eigenlijk al die nodige materialen om met kinderen te leren duiken? En altijd onthouden dat kinderen geen kleine volwassenen zijn. Mm-hmm. Dus misschien een paar minuten over duikuitrusting. Een paar vragen. Denk aan toen je eigenlijk zelf leerde duiken, of zelfs aan vandaag. Denkt u dat het ongemak, moeilijkheden of paniek kan veroorzaken als een volwassene duikt met een grote trimvest? Als een volwassene niet in staat is zijn masker te ledigen. Als een volwassene duikt met een te groot duikpak. Een volwassene het gevoel heeft dat ze een automaat uit zijn mond gaat vallen tijdens de duik. En hoeveel volwassenen buiten hun mondstuk eigenlijk niet stuk, omdat ze er zo hard liggen op duwen uit angst eigenlijk dat die automaat uit je mond gaat vallen. En denk maar eens aan een volwassene die loopt of die nou duikt met een zware fles op de rug. Of een vrouw die, of een dame die eigenlijk met een 15 liter op haar rug over de duik ligt te lopen. Denk er allemaal eens een keer maar aan na. En dan moet je denken, oké, dat zijn problemen die we als volwassenen eigenlijk zien. En hoe lossen we dat dan op? Wat gaan wij als volwassenen doen om die problemen te voorkomen? Ja, dat is heel makkelijk. Hè? We kopen eigenlijk een trimvest in de juiste maat. We zorgen dat we een masker kiezen dat makkelijk te ledigen is. Dat we een duikpak hebben dat goed past. Dat we een automaat hebben waarbij we ons goed bij voelen. En dan hier die dames die vaak voor een 10 of een 12 kiezen in de plaats van een 15 of een 18 in sommige gevallen. Dus eigenlijk als volwassenen lossen we onze eigen problemen op. We kopen gewoon dingen waarbij we gaan ons aanpassen aan wat we nodig hebben. Ja, absoluut. Maar dan komen we bij kinderen natuurlijk. En dat is niet altijd op dezelfde manier duidelijk of oplosbaar. Dus is een volwassene trimvest oké voor een kind? Denk maar eens een keer na. Grote trimvest, gezegend ook op de foto eigenlijk. Die trimvest is eigenlijk te groot voor dat kind. Stel je voor dat er een fles op ligt. Je gaat taken, die fles gaat naar links of naar rechts liggen bewegen. Dat kind gaat liggen draaien onder water. Dat kan alleen maar stress veroorzaken. Zelfs die small is misschien te groot voor dat kind. Een masker eigenlijk voor volwassenen, dat heeft meestal ook al een redelijk grote inhoud. Dat kind moet dat kunnen leegmaken. Gaat dat kind dat kunnen leegkrijgen? Natuurlijk, de meeste kinderen wel, maar als dat een kleinkind is van 8 jaar en heeft er een masker op zijn gezicht dat veel te groot is, dat is misschien niet ideaal. Ook weer stress kan veroorzaken. Een duikpak dat te groot is,
Wat daar het probleem is zijn, ten eerste is het ongemakkelijk als je gedaan hebt, maar langs de andere kant houdt er ook rekening mee dat dat warmteverlies bij dat kind sneller gaat zijn. Dus ik ga dat duikpak kopen en dat gaat wel meegroeien met het kind, of dat kind gaat in het duikpak groeien, is eigenlijk niet iets waar we moeten op liggen wachten, want voordat dat kind in dat duikpak gegroeid is, dan is er al 10 keer onderkoeld geweest, want dat gewoon, ja, die verliest veel te snel warmte. Ja. Ook een zwaardere automaat met een normale slang is misschien ook niet het goede idee. Misschien een lichtgewicht automaat, kortere slang, dat er niet ligt te trekken in die mond, dat er niet te zwaar is in die mond, dat er niet ligt moet liggen op bijten als een zot. Eventueel ook kleinere mondstuk, ja, absoluut. Ga je aan een kind een 12 of een 15 liter geven? Waarschijnlijk niet. Je wil een kleiner flesje geven natuurlijk, maar dan moet je er ook wel mee rekening houden dat die fles misschien wat sneller leeg gaat zijn. En hoe gaan we dat eigenlijk moeten bekijken, de loodgordel? Gaan we die een gewone loodgordel meegeven? Of gaan we dat geïntegreerd lood gebruiken? Wat is de beste oplading? Nu is het zo dat kinderen hebben nogal een meer lineair lichaam, dus eigenlijk smallere heupen. Dus een gordel zou wel eens gemakkelijker kunnen afvallen. Dus geïntegreerd lood is misschien een betere oplossing. Ja. Duikpakje voor kinderen, hebben we het er net al eigenlijk gezegd, moet gepast zijn voor de watertemperatuur en voor de soort activiteit. Als het te klein is, is dat ongemakkelijk. Is dat te groot, krijgen we afkoeling. Is dat te dun, is er weer minder thermische bescherming. Is dat te dik, dan is er weer bewegingsbeperking. Eigenlijk een volledig pak moet eigenlijk worden aangeraden, ook tegen de verwondingen van de ledematen. Het groeit erin, het kind. Forget about it. Is niet the way forward. En eventuele additionele effecten. Als een volwassene onderkoeld raakt, dan krijgt hij al te maken met verwarring, motorische problemen, ademhalingsstress, desoriëntatie. En wat denk je dan dat er gaat zijn bij kinderen? Dus zorg ervoor dat het kind een gepast duikpak heeft. Maskers, ik heb het er net gezegd, zorg ervoor dat een masker een goede seal heeft, misschien niet zo'n groot volume heeft, dat gemakkelijk te klaren is. In sommige gevallen kan van hypoallergenisch silicoon gemaakt zijn. En eigenlijk gemakkelijk aanpasbare sluitingen, dat dat voor dat kind allemaal wat gemakkelijker wordt. We hebben het over duikmaskers gehad, maar ook natuurlijk over snorkels en vinnen moeten we het even hebben. Nu een snorkel. Iedereen weet dat eigenlijk een snorkel een verlengstuk is van je ademwegen. Dus je hebt een grotere dode ruimte, dus een verhoogde CO2. En er is een norm, de Europese norm, EN1972, die zegt eigenlijk dat het volume van een snorkel mag maar maximum 230 milliliter zijn voor een volwassene. Maar voor een kind zegt diezelfde norm dat er maar 150 milliliter mag zijn. 50, ja. Nu, de meeste duikers die staan er niet bij stil, die geven een volwassenen snorkel aan een kind. En eigenlijk gebeurt het dan dat die dode ruimte te groot is voor het kind in verhouding met de rest van het kind. Nu, als dat kind die snorkel een halve minuut gebruikt, is dat geen probleem. Maar gaat hij er liggen mee snorkelen voor een langere tijd, dan kan die CO2 eigenlijk meer opbouwen dan goed is. Dus daarom is het eigenlijk beste ook de snorkels, eigenlijk snorkels voor kinderen zijn die dan aangepast zijn voor hun. Ook met dat mondstuk een beetje kleiner. Vinnen, hier moeten we maar denken aan de groei en aan de bescherming. Je zorgt eigenlijk voor een vin met een zacht vinblad, niet van die harde bladeren die wel propulsie geven, maar die krampen eigenlijk tegengaan. Trimvest, we hebben er net gezegd, opgelet dat dan niet naar links of naar rechts ligt te vallen, die fles. Dus een goede en een veilige pasvorm. Sommige die groeien met het kind mee. Groetes tot er op het scherm moet groeien zijn met het kind mee. Dus die kun je eigenlijk instellen dat die wat groter worden. Je moet zorgen dat die gemakkelijk te bedienen zijn en dan aangeraden met geïntegreerd lood, zodat het lood niet af kan vallen van het kind. De duikfles is waarschijnlijk meest voor de hand liggend. Gewoon voorkomen dat het te zwaar is of dat het te groot is. Dus een 10 liter is misschien, of kleiner is misschien aangeraden. Maar opnieuw, denk eraan, die fles gaat sneller leeg zijn dan de jouwe. Ja. Automaat, hier ook kleiner, lichtgewicht, ik heb het net gezegd, kortere slang. Dat gaat allemaal helpen om dat kind eigenlijk meer comfortabel te laten voelen in het water. En dat is een beetje het probleem dat we gaan... dat we gaan vinden met kinderen. Vaak worden er de kleinste volwassen maat wordt aan een kind gegeven, dat is meestal ook nog te groot. Ja.
Na de duikcursus, het kind gaat nog natuurlijk willen blijven duiken, of de ouders zouden dat graag, maar dat kind met hun blijft duiken. Dus na zo'n cursus is dat kind nog altijd geen kleine volwassene. Dus hetzelfde als we daarnet verteld hebben, dat blijft gelden. De buddy van het kind die moet die limieten natuurlijk begrijpen. Er moet extra aandacht zijn betreffende de duikbestemming. Is die wel aangepast voor duiken met kinderen? Ik kan maar zeggen, ik wil op vakantie gaan en ik kies naar de Scapa Flow. Dat is misschien niet aangeraden voor kinderen. Misschien een beetje Egypte, dat kan dan weer wel. Maar opgepast voor de diepte en stromingen en al hetgeen dat erbij komt. Dus je moet rekening mee houden waar dat je naartoe gaat als duikbestemming. Is het ook wel aangepast voor het kind? En natuurlijk is er ook duikmateriaal voorhandig daar. En dan kun je eventueel denken van ja, ik ga mijn eigen duikmateriaal kopen voor het kind. Of ik ga de huren. Nu, het beste is natuurlijk eigen materiaal, want dan kun je dat kiezen op maat en al hetgeen dat je wilt. Maar aangezien dat kinderen groeien, dan vaak wordt er gekozen om toch voor huurmateriaal te gebruiken. Zodat ze niet constant moeten pakken of botteltjes of wat anders moeten gaan liggen kopen. Een dure aangelegenheid om daar dan om de zoveel tijd alles nieuw te moeten verkopen. Dus huur is inderdaad een mooie optie, maar vaak niet voorhanden. Nee, absoluut. Dus dat is hetgeen dat je eigenlijk moet gaan controleren voordat je eigenlijk gaat duiken met een duikcentrum. Hebben ze wel de nodige materialen die mijn kind nodig heeft om het op een veilige manier te laten duiken op de vakantie, laat ons zeggen. Ja. En zelf dat de dieptebeperkingen bijvoorbeeld worden gerespecteerd, dan kan het nog altijd zijn dat een kind niet aan elk soort duiken kan deelnemen. Je denkt maar aan tekduiken, grotduiken, wrakduiken, nachtduiken. Is misschien niet ideaal voor het kind, niet echt aangeraden om deel te nemen. Eigenlijk kan het er niet aan deelnemen. Dus niet denken, ja, hij heeft zijn brevet, we gaan hem toch mee in een wrak steken of op een nachtduik mee liggen nemen of in een grot steken. Dat is eigenlijk niet wat je moet gaan doen. Nee. Het blijft inderdaad, zoals je dat straks zei, eigenlijk een vergelijking even maken met jezelf als volwassene. Houd daar ook rekening mee, wat dat er kan, wat je limieten zijn. En dat moet je eigenlijk even goed voor dat kind doen. Ja. En absoluut. Als je gaat duiken met kinderen, dan moet je ook enkele vragen stellen. Ben ik gekwalificeerd en heb ik er vertrouwen in dat ik voor een jonge duiker kan zorgen? Ben ik zelf lichamelijk fit en in staat het kind te helpen of te redden? Ben ik up-to-date met de vaardigheden en de handsignalen? Wanneer heb je eigenlijk voor het laatst gedoken? Als je in 2 jaar niet gedoken hebt, dan ben je waarschijnlijk niet de gepaste duiker om met een kind te gaan liggen duiken. Onder welke omstandigheden gaan we duiken? En heb je er de nodige ervaring voor? En hoe zorg je ervoor dat je dicht bij die jonge duiker blijft? Eigenlijk in een ademteug afstand, dat je onmiddellijk zou kunnen ingrijpen. Je kunt natuurlijk een bodyline gebruiken, maar in het buitenland vaak wordt dat niet gebruikt. Dus je moet er echt dichtbij blijven. Hoe vaak moet je dat kind gaan controleren? Waarschijnlijk een beetje meer dan een volwassene. Allemaal vragen die je moet stellen als je buddy bent van zo'n kind. Sorry dat ik even onderbreek, Guy, maar dat eerste puntje van daarnet, de vorige slide, ben ik zelf gekwalificeerd om te kunnen duiken met een kind of een jonge duiker? Hoe moet ik dat interpreteren? Het is in principe als uw kind open water is, dan kan ik er perfect mee gaan duiken. Ik hoef daar in principe geen specifieke kwalificatie extra voor te hebben, dacht ik toch? Het gaat dan niet echt over een brevet eigenlijk, dat je extra zou moeten hebben. Maar het hangt van duikorganisatie tot duikorganisatie af. Er zijn organisaties die het toestaan om 2 open water duikers eigenlijk te laten duiken. Of 2 1-sterren te laten duiken. Dat hangt een beetje af van organisatie tot organisatie. Maar vind je dat een goed idee om iemand die misschien een eerste brevet heeft of een open water diver brevet heeft met 25 duiken, om dat als buddy te laten dienen om te gaan duiken met je kind? In dat opzicht, ja. En soms zeggen de organisaties, ja, ze moeten met de ouders duiken, maar dat de ouder zelf eigenlijk geen ervaren duiker is. Ja, dat zijn toch dingen waar je even moet bij stilstaan. Zijn ze wel in staat om de goede buddy te zijn voor dat kind? Klopt.
Ja. Ook weer daar het gezond verstand. Dat ja, moet, absoluut. En, het ja, gebeurt meestal onder die drang om ik wil met mijn kind gaan duiken, misschien dat we dan niet alles klaar zien. Nee. Ik wil het nu ook niet zwart afschilderen dat het allemaal gevaarlijk is. Het is niet gevaarlijk, maar je moet gewoon weten waar dat je mee bezig bent. Ja, klopt. Andere vragen die je eigenlijk moet afvragen is welke gevaren zijn er of welke gevaarlijke zeedieren zijn er aanwezig. Ik kan me misschien voorstellen dat ik kan het niet meer overdrijven, dus misschien haaien. Nu, die haaien gaan niet aanvallen, maar dat kind gaat misschien een haai zien en weet ik veel wat dat gaat doen. Dus dan toch vragen ja, die je moet stellen. Een lionfish, gaat hem er naartoe willen gaan? Al die dingen. Je moet toch een beetje rekening houden met ja, wat kunnen we verwachten en wat moet ik mijn kind dan zeggen. Je moet eigenlijk ook afvragen hoe je zelf gaat reageren op een verwonding in te steken, zet je dan ook EHBO getraind, kun je je kind helpen, vooral wanneer als je eigenlijk alleen met je kind gaat duiken, ook in Nederland bijvoorbeeld, of dat je van een dak of het een of het ander, en je zegt, jij met het kind in geval kun je dat kind voorzien van de nodige EHBO. Is het duikcentrum dat je gaat kiezen eigenlijk kindvriendelijk, hebben ze de juiste materialen, doen ze duiken aangepast aan die kinderen? Bent je voldoende geïnformeerd over de gevaren betreffende het duiken? En dan link ik altijd weer aan uw eigen ervaring. Of je gaat met een kind duiken, weet je wel wat de gevaren zijn? Als je ze weet, oké, maar als je ze niet weet, ja, dan ga je er best niet mee duiken. Heb je een nooit actieplan? Als er iets gebeurt, weet je wat je moet doen. Waar is de dichtstbijzijnde meest hyperbare instelling? Dat is natuurlijk iets dat je ook bij volwassenen moet hebben, maar bij kinderen telt dat dan ook. Ja. En dan nog wat extra veiligheidstips. De dieptelimiet van het kind, dat is ook jouw dieptelimiet, dus je moet er zorgen dat je het kent. En andere limieten voor het kind, dat worden ook jouw limieten, dus ook hier, je moet ze kennen. Je moet er zeker van zijn dat het kind vertrouwd is met zijn duikuitrusting. Controleer regelmatig de luchtvoorraad. Controleer het kind regelmatig. Dwing een kind niks te doen waar hij zich niet prettig bij voelt. Bij volwassenen heb je dat ook eigenlijk. Onder drang van de groep gaat die volwassene toch iets doen dat hem eigenlijk niet wilt. Met een kind gaat het misschien nog wat gemakkelijker worden. Dat gaat niet zeggen, ik heb er geen zin in, ik wil dat niet doen. Dus zorg ervoor dat je met dat kind op een rustige manier kunt praten. Ja. Dat gaat allemaal veel beter zijn. En natuurlijk een voorbeeld zijn voor het kind. Je wilt natuurlijk dat het kind niet gevaarlijk doet, maar dan moet je ook zelf de regels respecteren. Ja, helemaal mee eens. Nu, ik ben de vraag niet vergeten die ik eigenlijk in het begin stelde. Is dat niet allemaal eigenlijk de verantwoordelijkheid van de dokter? Is dat alleen maar een beslissing van de dokter? En het antwoord is, nou, het zien van deze presentatie, nee. De verantwoordelijkheid ligt bij de dokter natuurlijk, voor het medische deel, maar ook bij het duikcentrum, de instructeur, voor wat betreft de opleiding, bij de duikbuddies en zelf bij de ouders. Dus iedereen hier is mee verantwoordelijk voor de opleiding en met duiken van de kinderen eigenlijk achteraf. Oké. En dat brengt me bij de laatste slide. En die papagie dat je erop ziet staan, dat ben ik. En die Martine, dat is mijn vriendin. En dan van onder staat er Io, dat is Italiaans voor ik, want ik woon in Italië. En Isa is de naam van mijn dochter. Die heeft me die tekening gegeven verleden jaar. Ik heb haar nooit niet gepusht om te duiken, maar ik denk wel dat het moment er is. En ze is nu net de cursus begonnen, want die tekening, dat was wel zo van oké. Ze wil zelf ook eens een keer een duik gaan doen. Ja, absoluut. Maar dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld van uw kind. Komt er gewoon spontaan uit van ik wil dat wel eens gaan doen. Ik zeg het, ik ervaar het zelf met mijn eigen zoon ook. Het komt er nog niet zo specifiek uit als bij je dochter, maar je voelt wel dat hem toch zo op zijn manier interesse krijgt en dat hem zo vragen begint te stellen en dat hem in het zwembad toch eens een keer, twee keer rap aan de ademautomaat een keer wil proberen. Zo kind het, zo dat allemaal. Maar alles op zijn tijd, als hij het aangeeft, oké, papa, ik wil het leren, dan kunnen we ermee voort, maar anders is het gewoon absoluut, ook allemaal even goed voor mij. Dus, absoluut. Right. Guy, heel hartelijk bedankt voor deze heel interessante uiteenzetting over het duiken met kinderen, het duiken voor kinderen. Zoals we duidelijk uit de presentatie hebben kunnen leren, dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, zoals het ook bij volwassenen is. Eigenlijk is het gewoon portie gezond verstand hebben,
Uiteraard het duik en het duikmedisch aspect moet er uiteraard ook moet er ook rekening mee gehouden worden. Maar eigenlijk al de rest is het gewoon ja, een weerspiegeling van wat wij als volwassen duiker over moeten nadenken en over moeten beslissen en op reageren. Ja, dat gaat eigenlijk ook gewoon kunnen moeten toegepast worden bij duiken met kinderen. Dus ik vond het heel interessant. Ik denk dat we een hele mooie start hebben gemaakt met ja, podcast maken samen met Dan Europe. Hè, want zoals we nog niet gezegd hebben, maar het gaat niet de eerste en de laatste keer zijn dat we u in onze podcast te gast zullen hebben. Dus binnen een aantal weken, ik weet nu meer de datum van buiten, maar hebben we terug een afspraak samen en gaan we een ander duik, medisch gerelateerd onderwerp gaan aansnijden. Dus ik ben heel, heel blij dat we u op die manier te gast mogen hebben in onze podcast. Guy, heel hartelijk bedankt. Ik zou zeggen, ga nog een beetje genieten van het mooie weer daar in Italië, want het is in ieder geval een stuk beter zullen zijn als hier in België. Ten slotte wil ik graag onze luisteraars en onze kijkers nog bedanken. Als zij onze podcast, als zij enthousiast zijn over onze podcast, mag er natuurlijk altijd reclame gemaakt worden. Deel het op jullie Facebook en Instagram uiteraard. Volg ons op Instagram en Facebook. Daar gaan we altijd aankondigen wanneer welke nieuwe aflevering beschikbaar is. En ja, voor de rest ja, wil ik vooral nog eens vragen... Als jullie ons willen steunen, dan kan dat door op onze website eens te gaan kijken bij onze merchandising en een trui of een t-shirt te bestellen van de Polygon Seers podcast. Gemaakt ineens promotie en alle opbrengst gaat eigenlijk regelrecht terug naar onze podcast om die te kunnen blijven maken. Hebben jullie vragen, hebben jullie suggesties? Graag, mail maar naar podcast@thepolygonseahorse.be en dan gaan we die zeker en vast beantwoorden. Nogmaals, bedankt Guy en... We gaan elkaar binnenkort terugzien. Hè? Absoluut. Bedankt ook Glenn en aan iedereen die kijkt en luistert. All right. Perfect. Tada. Tot de volgende. Hè. Bye bye. Bye.